Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerrijs. Ik ben lid van het communicatieteam. Wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie voor zowel Nederland en een klein stukje in België. Ik ben ondersteuner van dit project sinds 2017. Daarnaast ben ik officieel spreker voor SkyWorld Community. Dat betekent dat ik zowel de offline presentaties mag doen als de online webinars. Dus beide kan ik verzorgen. Mocht je interesse voor zijn, dan kun je dat ook altijd aangeven. Dus dat is alleen maar mooi, kan ik zeggen. Daarnaast ben ik ook officieel gebruiker van de applicatie AdvaHunter, zowel beta-tester. En wat AdvaHunter is, zal ik later in deze presentatie kort op terugkomen, zodat jullie een indruk kunnen krijgen wat AdvaHunter kan betekenen voor Unitsky String Technologies, of wat ze inmiddels hebben betekend voor Unitsky String Technologies. Het milieu is op dit moment een hot item. We hebben te maken met weersveranderingen, met opwarmingen van het klimaat. Eigenlijk een hele hoop problemen die we in rap tempo nu te verstouwen krijgen, of waar we een oplossing voor moeten vinden. En er zijn al verschillende oplossingen gelanceerd. En sommige zijn goed en sommige zijn wat minder goed. Maar uiteindelijk het idee om de opwarming een stukje terug te dringen, of om dat langzamer te laten verlopen, dat is enkel te prijzen. Maar sinds 1978 is er een man in Rusland, die heeft zich daar ook mee bezig gehouden. En dat is Anatoly Junitsky. En ik zeg Rusland omdat hij een aantal landen in het oosten heeft doorgelopen. Waaronder Rusland. Maar daar is hij een aardige periode van zijn leven is hij daar geweest. Inmiddels zit hij in Wit-Rusland. Maar Anatoly Junitsky is eigenlijk medio 1978 begonnen om zijn idee te visualiseren en vorm te geven. Hij zag natuurlijk hetzelfde als wat wij nu zien. Maar met dat verschil dat hij eigenlijk een passend iets heeft kunnen ontwerpen, waardoor hij naar zijn idee of naar zijn inziens de opwarming van onze aarde een stukje zou kunnen terugdringen en een beter leefklimaat zou kunnen verzorgen voor mens en natuur. Nou goed, sommige mensen zijn het er mee eens en sommige mensen zijn het er niet mee eens. We zullen altijd te maken hebben met voor- en tegenstanders. Maar Anatoly Junitsky is zeker op het oostelijk halfrond van onze aardbol een zeer bekend en gerespecteerd persoon. Dat wil zeggen dat hij verschillende samenwerkingen heeft met de Verenigde Naties. Deze zijn ook op internet op datum terug te vinden. Hij heeft verschillende boeken geschreven. Daarnaast heeft hij ook verschillende prijzen gekregen voor het werk wat hij heeft verricht. Dus voor de meeste mensen hier op het westelijk halfrond van onze aarde is het een onbekende, maar ook in het westelijk gedeelte van onze aarde krijgen wij langzamerhand steeds meer kennis van wie Anatoly Junitsky is en wat zijn idee is. Alles begint natuurlijk met iets op papier zetten. Elk idee, elke berekening, dat begint met heel simpel een stukje papier. En vanuit dat stukje papier ga je schrijven. Dat heeft Anatoly Junitsky ook gedaan. En dit is een van de eerste boeken die hij heeft geschreven. En in deze boeken legt hij eigenlijk kort uit hoe hij dat voor zich ziet. En als we naar de kaft kijken, het is een iets ouder boek, maar nog steeds zeer interessant om te lezen, omdat de informatie up-to-date is. Dan zie je de twee gebouwen opstaan. En als je goed kijkt, voor zover dat zichtbaar is op jullie screens in deze webinar, zien jullie dat er een kabel gespannen is waar een module aan rijdt. En die module is dus hangende aan een stringrail technologie. En die verbindt die gebouwen met elkaar. En als we dan om de gebouwen heen kijken, zien we dat er heel veel ruimte is voor groen. Dit is eigenlijk in een vogelvlucht samengevat hoe hij dat heeft bedacht, maar langzamerhand krijgen we daar steeds meer van te zien. Dit alles moet natuurlijk gecertificeerd en gepatenteerd worden, want hij kan een idee ontwerpen, hij kan het ook in elkaar zetten, maar op het moment dat het niet beschermd is, dan kan de concurrentie ermee vandoor en dan heeft hij uiteindelijk het nakijken. Dit zijn een aantal van zijn patenten en certificaten die hij in de afgelopen jaren heeft weten te vergaren. En het is lang niet alles, omdat er wekelijks, zo niet dagelijks, certificaten en patenten bijkomen, omdat alles wat hij ontwerpt ook daadwerkelijk beveiligd is. Dus dat betekent dat de concurrentie in dit geval het nakijken heeft. En ze kunnen het ook niet namaken, want als ze dat zouden doen, dan zullen de rechtszaken volgen en die zijn ook al in het verleden geweest. Daarnaast is er ook altijd de vraag van, goh, wat maakt nou dat Junitsky String Technologies in de Europese Unie nog niet zichtbaar is? Het zit in Europa, maar wij zien het niet. We zien wel dat we nieuwe bussen krijgen en nieuwe treinen krijgen, maar we zien niet dat bijvoorbeeld een commercieel traject van Junitsky String Technologies wordt geïmplementeerd. Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat is een heel lang verhaal, dat ga ik jullie besparen in deze webinar. Kort samengevat heeft dat ermee te maken dat overheden door de Europese Unie, worden verzocht om met dergelijke bedrijven zaken te doen. Dus dat betekent voor een nieuwkomer als Junitsky String Technologies dat daar even op dit moment geen ruimte voor is.
klinkt heel, heel cru, maar dat is gewoon hoe de vork in de steel zit. Dat wil niet zeggen dat de Europese Unie niet op de hoogte is van Unitsky String Technologies of dat ze dat geen goed idee vinden. Zeer integendeel, als we naar het certificaat op jullie scherm kijken, rechtsonder, dan zien we dat er een ja-vinkje in staat. Nou, de letters zijn waarschijnlijk iets te klein, maar dit certificaat is afgegeven door de Europese Unie te Brussel, medio 2018. Dus dat betekent dat de Europese Unie wel degelijk op de hoogte is van het bestaan van Unitsky String Technologies. Onlangs heeft Unitsky String Technologies ook een certificaat gekregen. En met dat certificaat willen ze aangeven dat ze een bona fide bedrijf zijn. Dit certificaat is afgegeven door de Wit-Russische overheid. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat bij sommige mensen de wenkbrauwen iets gaan fronsen. Er is een tweedeling en achter de schermen op bedrijfsmatig niveau wordt het nog steeds gewoon handel gedreven. En als we gewoon kijken naar het oostelijk gedeelte van onze aarde, het Midden-Oosten, dan wordt er nog steeds geproduceerd en is er nog steeds legale handel mogelijk. Maar dit bedrijf staat dus nu in een internationale database. Dus dat wil zeggen dat bedrijven ook in Amerika op een goede manier zaken zouden kunnen doen met Unitsky String Technologies. En zoals ik net ook al aangaf, ze krijgen eigenlijk dagelijks, wekelijks certificaten. Inmiddels is Unitsky String Technologies van een gewoon bedrijf verheven tot een wetenschappelijk bedrijf. Dus we hebben te maken op dit moment met een wetenschappelijk bedrijf dat een innovatieve transporttechnologie wil implementeren en op commerciële wijze wil vermarkten. Nou, dit certificaat hebben ze heel lang over gedaan om dat überhaupt te krijgen. Er zijn 5 jaar aan vooraf gegaan, maar inmiddels hebben ze dat. En dat is eigenlijk alleen maar een hele grote pre voor de nabije toekomst en de nabije ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En wat zou dan Unitsky String Technologies zijn? Hoe ziet dat er dan daadwerkelijk in het echt uit? Nou, als we op deze sheet kijken, dan zien we een foto aan jullie rechterkant. En op die foto zien we een structuur staan. Dat is een stringrailstructuur en daarboven rijdt een module. En wat direct opvalt, is dat er veel meer ruimte overblijft voor ons aardse oppervlak. Dus je ziet dat gras rustig kan groeien, dat het niet wordt gehinderd door, bij wijze van spreken, een huidige wegdek, zoals wij dat nu kennen, of een spoorconstruct, waar we veelal mee te maken hebben. Maar er is veel meer ruimte voor natuur. Nou, dit is eigenlijk een van de vele voordelen van de implementatie van de Unitsky String Technologies. Want naast dit alles zijn ze goedkoper in bouw. Zijn ze goedkoper om mee te reizen van A naar B. Ze verzorgen een beter leefklimaat voor zowel mensen als natuur. En zo kan ik eigenlijk de rij eindeloos lang maken met de voordelen van dit innovatieve transportsysteem. In het verleden en het heden hebben we natuurlijk te maken met verschillende situaties. En in het verleden heeft men ook niet stilgezeten en hebben ze ook gekeken van, goh, wat kunnen wij nou doen met een verkeersprobleem wat we zien oplopen. Het loopt niet af, maar we zien het oplopen. Omdat steden die in derde wereldlanden worden betiteld als derde wereldlandsteden, die groeien natuurlijk ook. En die barsten langzamerhand uit hun voeg. Als we naar de 2 onderste foto's op jullie sheet kijken, dan zie je een verkeerssituatie zoals die in een aantal steden daadwerkelijk op de wereld dagelijks plaatsvinden. Maar ook in het verleden, zoals ik net aangaf, hebben ze een transportsysteem willen bouwen dat zich bevindt op het tweede niveau. Op de foto aan jullie rechterkant, linksonder van jullie sheet, zien jullie een transportsysteem op het tweede niveau. Dit is een daadwerkelijk rijdend systeem en deze bevindt zich in de plaats Woepertal. Is totaal niet te vergelijken met Unitsky String Technologies, maar het geeft wel aan dat mensen rustig aan het kijken zijn hoe ze een transportsysteem van het eerste naar het tweede niveau krijgen. Ook in China zijn ze bezig om een dergelijk systeem te implementeren, te ontwikkelen, zodat ze ook daar de vraag aan kunnen waar hun ook mee te maken hebben. En dit is wat informatie over een kabelbaan, want veelal wordt ook de vergelijking gemaakt van, maar Unitsky String Technologies is toch exact hetzelfde als een gewone kabelbaan? Nee, dat is exact niet zo. Een kabelbaan is veelal een getrokken systeem. Dat wil zeggen dat er zowel boven als onderaan een heuvel motorwielen staan. En tussen die motorwielen wordt een kabel gespannen en aan die kabels rijden of hangen gondels. Op het moment dat een van die motorwielen storing krijgt, dan zie je dat veelal de hele kabelbaan tot stilstand komt. Dus met als gevolg dat passagiers niet meer van A naar B kunnen reizen. Of nog erger, zoals we jongsleden van een aantal jaren terug hebben meegemaakt, dat een skilift in Italië op hol is geslagen en dat de stoeltjes letterlijk de lucht invlogen. Dat wil je niet, dat is eigenlijk allesbehalve plezierig en het is ook gevaarlijk.
Als we dan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Junitsky, zoals we dat nu kennen en zoals het er nu op deze foto's uitzien, dan zien we dat het ook aan een kabel hangt. Dus in die zin, ja, je zou kunnen zeggen, ja, het hangt ook aan een kabel. Maar de kabel is, ja, het heet een kabel, maar het is eigenlijk een stringrail. En een stringrail is een heel vernuftig iets, daar kom ik later in mijn presentatie even op terug. Maar je ziet dat het eigenlijk heel elegant in het landschap staat en dat het ook geen hinder ondervindt. Daarnaast zijn de modules van Junitsky String Technologies uitgerust met artificial intelligence. Dus dat wil zeggen dat ze zelfsturend zijn, zelf kunnen nadenken en zelf een probleem kunnen oplossen of net gelang waar de vraag naar is. Er wordt getest op zowel passagiersvervoer als goederenvervoer en daar kom ik ook later in deze presentatie op terug. En dit is wat door informatie over de doorsnede van ons aardoppervlak. Als we dat plat maken, dus 2D maken, dan zien we dat het bestaat uit heuvels en dalen. Als we de boel moeten egaliseren, dan zien we dat het uiteindelijk een platte pannenkoek wordt. Want wij mensen moeten eenmaal de boel heel erg egaliseren om een klein stukje op te bouwen. Maar wat je dan ziet gebeuren, is dat de dieren die leven in een bepaald leefgebied acuut in het gedrang komen. Dus die worden letterlijk bedolven onder een lage zand of worden verjaagd. Op het moment dat de grond geëgaliseerd is, dan moet er een fundering op worden gebouwd. En die fundering is vaak 3 keer groter dan noodzakelijk. In dit geval wordt er een spoorconstruct opgebouwd. En als we dan kijken naar het middelste plaatje, dan zie je uiteindelijk een drietraps afbeelding. Met boven de spoor, een doorsnede van het spoorconstruct, dan een doorsnede van de fundering en vervolgens de totaal geëgaliseerde grond. Dus je ziet uiteindelijk hoeveel ruimte dit in beslag neemt in vergelijking met de onderste foto, het innovatieve transportsysteem van Junitsky, wat zich daarbij ook nog eens bevindt op het tweede niveau. Als we dan kijken naar het aardoppervlak, zoals dat voor ons nu goed zichtbaar is, zien we dat het nagenoeg intact blijft. Dus die bergen blijven bergen en de dalen blijven dalen. Daarnaast kunnen de intermediate supports of de pilaren op verschillende spanwijdtes van elkaar worden gebouwd. Sommige kunnen op 50 meter van elkaar worden gebouwd, sommige staan op 200 meter van elkaar en in de Emiraten wordt op dit moment een testlijn gebouwd waarbij de pilaren op 288 meter van elkaar vandaan staan. Dus dat betekent dat er gigantisch veel ruimte is voor, ja, eigenlijk voor mens en natuur. Want wij kunnen niet op het tweede niveau lopen tenzij er een gebouw wordt gebouwd en dat wij daar ook kunnen komen, maar anders komen we er niet. Maar goed, als ik dan terugkijk of terugga naar het stukje aardoppervlak, dan zie je wat ik in het begin ook al aangaf. Dat blijft nagenoeg intact. En hoe bouwt men of hoe implementeert men nou zo'n stringrail? Wat ze doen is eerst een kleine fundering maken in de aarde. Vervolgens worden daar de pilaren ingezet. En als dat eenmaal goed uit is gehard, dan wordt de kabel gespannen. Zodra de kabel op spanning is gemaakt, dan worden de uiteinden uit de grond gehaald en die worden bevestigd in zogeheten anchor supports. En de enkelsupport kom ik later op terug, want dit is ook nog wat extra informatie. Wat jullie kunnen zien, wederom als je dan kijkt naar het stukje aardeoppervlak, dan zie je hoeveel ruimte er uiteindelijk overblijft. Dan is er ook een anti-derailment system. En het anti-derailment system is een van de belangrijkste systemen waarop wordt getest. Dit systeem bevindt zich onder de witte kappen van de modules. Stel dat zo'n module zou ontsporen. Dan is de ramp ook niet te overzien. Dat willen we zelf ook niet. Dat wil Junitsky String Technologies ook niet. Dus daarom zijn ze daar dag en nacht mee bezig om ervoor te zorgen dat die modules niet kunnen ontsporen. Dus dat betekent dat er zowel wielen bovenop als onderlangs hangen aan de zijkant, zodat er klemmen, uiteindelijk een soort klem wordt gevormd. Dan is er ook nog wat informatie van de stringrail, hoe dat er uiteindelijk uitziet. Dit is eigenlijk een stijve spoorconstructie. Daarbij bevindt zich 6 stringrails, 6 stringen in de rail zelf, dus eigenlijk binnen de behuizing. Dus je hebt aan de bovenkant de rail bedding, dat is het contactpunt waarmee de wielen contact maken op de rail. Dan krijgen we de behuizing, nou, dat spreekt voor zich, dat houdt eigenlijk de boel op zich plaats. Dan krijgen we milieuvriendelijk opvulmateriaal, dat zorgt voor de stijfheid. En dan hebben we uiteindelijk de binnen in de stringrail. Junitsky String Technologies geeft 100 jaar garantie aan de rail bedding, dan zeg ik het goed. Dus zij zeggen, onze stringrail gaat 100 jaar lang mee. Is dat niet het geval, dan valt dat binnen de garantie. Dus zo zeker is Anatoly Junitsky met zijn team van engineers van zijn zaak. Daarnaast kunnen de modules ook op een interval van 20 tot 50 seconden achter elkaar rijden. Binnen die tijd zijn ze in staat om met elkaar te communiceren. Dus mocht er een probleem worden gedetecteerd bij een van de voorgangers of de achterliggers, zo je wil, dan zijn ze in staat om dat onderling op te lossen.
En zoals ik een aantal sheets terug gaf, het staat een beetje door elkaar, zie ik nu, zodra de stringrail op spanning staat, worden de uiteindes uit de grond gehaald. En die worden bevestigd aan zogeheten ankersupport. En de ankersupport is een station. Dus als we nu kijken naar jullie sheet, zien jullie een station. Het is een 3D-tekening, waarbij je ook zowel boven als onderlangs een module ziet rijden. Modules zijn in staat om opgewekte energie af te staan voor stedelijk gebruik of voor eigen gebruik. Daarnaast is er ook nog wat informatie over de drone. Ik realiseer me dat ik dat dan een x-aantal webinars achter elkaar aangeef. De drone wordt op dit moment getest, kan tot nu toe een laadvermogen van 750 kilo tillen. De bedoeling is dat hij 1500 kilo gaat tillen zodra dat gedaan is of gehaald is. En hij is door de certificering heen, dan zal hij ook daadwerkelijk worden ingezet om moeilijk bereikbare gebieden te bevoorraden, zodat de bouw van de stringrail toch gewoon efficiënt mogelijk door kan gaan. En dit zijn de drie verschillende types stringrails zoals we die nu hebben. We hebben een stijve spoorconstruct, we hebben een flexibel stringrail en we hebben ook een stijve spoorconstruct waarbij de modules zowel boven als onderlangs kunnen rijden. Dus we zien dat er voor iedere, eigenlijk voor iedere vraag een antwoord is. Dus verschillende klanten kunnen verschillende vragen hebben en Unitsky String Technologies zou dat kunnen leveren. Door middel van staal op straalwrijving komt er ook uiteraard energie vrij. En die energie kan worden opgevangen door een van de vele accu's die de modules aan boord hebben. Zodra de modules dus eerder gezegd bij een station aankomen, kunnen ze die in opgewekte energie ook afstaan voor stedelijk gebruik of voor eigen consumptie, net gelang wat er nodig is. Daarnaast is het ook mogelijk om de stringrail in sommige situaties uit te rusten met zonnepanelen. Dus dat betekent dat zonnepanelen niet meer op daken van huizen hoeven te liggen, maar dat ze efficiënt gebruikt kunnen worden en dat ze gehangen kunnen worden in de loze ruimte die zich zeker in de stringrail bevindt, waarbij de modules onder en bovenlangs kunnen rijden, dat ze die kunnen opvullen met zonnepanelen. Dus dat is een van de vele manieren waarbij ze energie kunnen opwekken en opslaan. Informatie over de aerodynamica. Aerodynamica is een zeer belangrijk aspect. Ze kunnen zich niet veroorloven om een blokkendoos op een stringrail te zetten en die vervolgens te laten rijden en dan tot de conclusie te komen. Het werkt niet, het vreet heel veel energie en dat is niet handig. De modules van Unitsky String Technologies zijn zo ontworpen dat ze zowel voor als achterlangs geen windcirculatie hebben. Dus dat betekent dat achteropvolgende modules daar ook geen hinder van zullen hebben. En dan de U-Flash. De U-Flash is gepresenteerd op het Ecofest van 2019. En heel veel mensen vragen zich af, hoe staat het er nu voor? Want ja, we zijn wel heel benieuwd. We zien hem af en toe rijden, maar we horen er niet veel over. Het is op dit moment zo dat de U-Flash een testbaan nodig heeft van om en nabij 25 kilometer. 10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid te blijven van 500 kilometer per uur. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een ordentelijke manier tot stilstand te komen. Er zijn op dit moment wel voorbereidingen gaande in Wit-Rusland en in de Emiraten om te kijken waar zou het handigste zijn om zo'n testbaan te realiseren, omdat het wel nodig is. Zodra die voorbereidingen klaar zijn, zullen wij er ongetwijfeld ook over berichten en zullen we er zeer zeker berichtgeving van gaan zien vanuit Unitsky String Technologies of U-Sky Transport. De rolling stock, rollende voorraad. Ik houd even op het Engels, want rollende voorraad klinkt een beetje apart. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur, behoudens de U-Flash van die kan 500 km per uur. We beginnen bovenaan jullie scherm en dan zien we de Uniwind. En de Uniwind is een lichtgewicht module die plaats biedt aan twee personen. Dan krijgen we de Unibike. En de Unibike is het eerste geteste en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies. En dat is einde 2016 voltooid. Dus het is een heel bijzonder model ook. Dan krijgen we de Unicar U4 430 T1 en T3. Nou, de T1 biedt plaats aan 6 personen en de T3 aan 18 personen. Dan krijgen we de Unibus U4 210. Nou, de enkele versie biedt plaats aan 12 tot 14 personen en vervolgens kan hij zich uitbreiden. Dus dan kan hij ook uiteraard plaats bieden aan meer personen. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4-220T2, die heb je ook in drie varianten. De enkele versie biedt plaats aan 25 personen, de dubbele variant biedt plaats aan 48 personen en de driedubbele variant biedt plaats aan 64 personen. De U-Flash in deze configuratie biedt plaats aan 6 personen. En dan hebben we de Unilight. Ik heb een vergissing gemaakt. Dit is de Unilight, ander model, lichtgewicht module als de Uniwind. De Unilight is ook een lichtgewicht module en deze zal worden ingezet ook voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld voor toeristen van A naar B te brengen die bijvoorbeeld willen vissen.
Die hoeven hun hengels niet in te klappen of te breken. Het kan gewoon in de module en de module kan op een goede snelheid heel efficiënt de toeristen van A naar B brengen. Ook op het vrachtstukje vervoerstuk wordt natuurlijk getest en ontwikkeld. De Unicont is de module waar we eigenlijk nu rustig op aan het wachten zijn. Zodra de banen in het Ecotechnopark in Wit-Rusland, zowel als in de Emiraten, klaar zijn, dan kunnen ze de testen gaan beginnen en dan kan ook de Unicont daadwerkelijk worden getest. Dan hebben we ook de Unitrans en de Unitruck. De Unitruck wordt ook al getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dat is eigenlijk een module die kan worden ingezet om bijvoorbeeld zand te verplaatsen op een efficiënte manier. Dat kan hij ook automatisch laden en lossen. Dan hebben we de Unitrans en dat is een grote lopende band. En deze zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden bij mijnen. Die bijvoorbeeld een goede verbinding willen hebben naar de haven. Zodat vrachtwagens niet meer moeilijk bereikbare wegen hoeven te passeren. En dat er uiteindelijk ook geen slachtoffers meer zouden hoeven te vallen. Hiervoor is zeer veel interesse vanuit bepaalde landen. Dus deze Unitrans zullen we ook in de nabije toekomst daadwerkelijk zien werken, rijden. Zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, begint alles met berekeningen en tekeningen en ideeën. En zo, dat is ook met Uniski String Technologies gebeurd. Een idee, nou, dat is fantastisch. Sommige mensen zijn er wat sceptisch over en dat mag, dat is niet erg. Maar uiteindelijk is het wel zo dat wat ooit is begonnen als een idee, inmiddels realiteit is geworden. Dus dat betekent dat wat wij hier zien als een berekening, dat die berekening realiteit zijn geworden. Dus dat betekent dat Uniski String Technologies eigenlijk het meest efficiënte is, het meest goedkope is en eigenlijk het beste is om te implementeren. En dat implementeren gebeurt natuurlijk ook langzamerhand, want we gaan rustig op een goed tempo die kant uit. In 2014 is Uniski String Technologies begonnen met het assembleren, creëren en certificeren van de modellen. Nou, alle passagiersmodellen, behouders de UFLASH, hebben ook een certificaat, dus kunnen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Er hoeft niks meer aan te gebeuren, die zijn klaar om de markt te betreden. Maar door de huidige pandemie, waar we nu nog langzamerhand uit zijn aan het komen, maar misschien ook nog wel in zitten. In sommige landen zitten ze er nog in, kunnen we niks aan doen, het is wat het is. Maar is de vraag wel terechtgekomen van het passagiersvervoer naar het goederenvervoer? En het goederenvervoer, daar is Uniski String Technologies op ingesprongen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben in een versneld trein of versneld treinvaart ervoor gezorgd dat ze de goederenvervoermodules klaar hebben kunnen maken. En dat ook de Unicont als letterlijk voorbeeld straks getest en gecertificeerd kan worden. En die zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden op grote trajecten, waarbij er dus geen vrachtwagens meer hoeven te rijden, waarbij geen schepen meer hoeven te varen. Dus eigenlijk al met al is dat een goede besparing en een hele efficiëntere manier om goederen te verplaatsen. Dit alles gebeurt natuurlijk door een enthousiast team van engineers in Wit-Rusland en ook deels al in de Emiraten. In Wit-Rusland zijn ze bezig dag en nacht om het idee van Anatoly Uniski te realiseren. En dat moet met de grootste zorgvuldigheid gebeuren. Achter de schermen gebeurt er 95% meer dan dat wij in de gaten hebben. En ook het nieuwe hoofdkantoor, en voor inmiddels bestaat het al een tijdje, maar is ook vervangen. Uniski String Technologies groeit uit zijn voegen. En daarmee hebben ze ook een jaar geleden een nieuwe hoofdkantoor betrokken in Minsk. Om eigenlijk die vraag aan te kunnen, om plaats te bieden aan het groeiende aantal personeelsleden. Als het eenmaal is ontworpen, dan moet het ook in elkaar worden gezet en geassembleerd. En dat gebeurt in deze twee fabrieken. Er is nog een derde fabriek. Maar in deze twee fabrieken gebeurt eigenlijk al het werk. Dus ze kunnen komen met een idee, maar zonder handjes wordt het idee nooit realiteit. Nou, als het eenmaal is geassembleerd, dan is het klaar om getest te worden. En dat testen gebeurt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Het Ecotechnopark in Wit-Rusland is een voormalig militair oefenterrein wat ze hebben gekregen van de Wit-Russische overheid. Nou, Uniski String Technologies heeft dat met beide handen aangepakt en heeft er inmiddels een florerend Ecotechnopark van weten te maken. En dit park is volledig CO2 neutraal en zelfvoorzienend. Dus de gewassen die hierop groeien zijn zonder dat ze bespoten zijn, zijn ze geteeld. Dus ze zijn ecologisch geteeld. Daarnaast is ook de stringrail volledig ecologisch CO2 neutraal. Dus hij kan hier eigenlijk in één grote showroom alle mensen kennis laten maken met het totaalconcept. Want wij focussen ons voornamelijk op de stringrail. Maar als je gewoon verder kijkt, dan is Uniski String Technologies een totaalconcept. Dus dat betekent dat er wordt ecologisch verbouwd.
Er wordt CO2-neutraal transport gerealiseerd, er wordt ook op getest, maar ook staan daar ecohuizen. En deze ecohuizen zullen we binnen nu en niet al te lange tijd meer over gaan horen, maar deze huizen zijn ook compleet zelfvoorzienend. Dit alles wordt natuurlijk uitvoerig getest, en wat heeft hij gedaan? Op de achterkant, of op de achtergrond, zien jullie een groot meer. En aan het grote meer is een heel groot vakantiepark verrezen. En dat is totaal ecologisch. Dus zo kan hij mensen kennis laten maken met zijn wijze van leven. Dus mensen kunnen daar vissen. En die vissen kunnen ze, bij wijze van spreken, voor degene die dat lusten, zelf opeten. Of weer terug laten zwemmen in de vijver. Er worden in verschillende weersomstandigheden getest. Nou, wij in Europa hebben vaak te maken met kwakkelweer. Maar in China of Azië hebben ze te maken met onophoudelijke regenbuien. Dus dat betekent dat als modules daar zouden rijden, dat ze gewoon waterdicht moeten zijn. Dus dat hebben ze gedaan. Onlangs hebben ze een module aan de rails gehangen. Daar hebben ze letterlijk een douche op gezet. En daar hebben ze een aantal dagen een regenbui gesimuleerd. Is alles waterdicht? Klopt alles zoals wij het hebben berekend? Kan deze module eventueel ook worden geïmplementeerd in Azië? Nou, de uitslag hiervan was positief. Deze module is door de testen gekomen. Dus mensen kunnen met droge voeten blijven zitten in het passagierscompartiment. En de technologie onder de witte kappen blijft ook gewoon droog, zodat het kan blijven functioneren. Ook in winterse omstandigheden wordt er getest. Wij hebben niet heel vaak strenge winters, maar in Wit-Rusland hebben ze dat wel. En wat ze dan doen is gewoon zoveel mogelijk testen, zoveel mogelijk datavergaringen voor elkaar krijgen, zodat ze verder kunnen. Maar ze passen ook stringrails aan. Dus ze hebben iets ontworpen en dan wordt iets beters ontworpen en dan kunnen ze dat implementeren en op die manier ook heel simpel testen. Dat gebeurt dus in iedere weersomstandigheid die je kunt bedenken. Dus in Wit-Rusland kan het tot min 60 worden, maar bijvoorbeeld in de Emiraten kan het tot plus 60 worden. Dus zo zie je dat ze op 100 graden verschil van elkaar toch iets goeds kunnen realiseren. De energie die natuurlijk op wordt gewekt moet op een goede manier worden afgevangen en ook op een hele efficiënte manier. Dus wat hebben ze gedaan? Ook hier hebben ze weer een aantal updates toegepast. Ze hebben zogeheten isolatoren vernuftige situaties toegepast aan de bestaande stringrail, waarbij ze de energie goed kunnen scheiden, maar ook op een hele goede manier kunnen afvangen, omdat zo'n stringrail ook onder spanning staat. Maar goed, omdat het op het tweede niveau bevindt, komen wij zelf daar nooit bij, dus geen gevaar voor ons mensen. Inmiddels is er ook een nieuwe baan op het Ecotechnopark in aanbouw. En als we op deze foto's kijken, zien we dat de structuur hiervoor al staat. Ook op het Ecotechnopark staan ze niet stil, omdat de vraag ook gewoon heel erg verandert. Dus ze moeten ook verschillende type stringrails hebben om te kunnen testen. Ze kunnen niet bijvoorbeeld zeggen, nou, ik heb hier een flexibel stringrail. Dat werkt heel goed, we hebben het niet getest, maar we kunnen wel implementeren. Nou, dat werkt niet. Als er dan iets mee gaat en zo'n bedrijf zou op de markt zijn, dan zijn er gevolgen desastreus. Dat willen we niet. Dus Kishunitsky String Technologies, ervoor, wij testen op zoveel mogelijk situaties, zoveel mogelijk weersomstandigheden, zodat we zo goed mogelijk voor de dag kunnen komen. En zo ziet het er dan in het echt uit. Een stringrail waarbij dus zowel boven als onderlangs modules kunnen rijden. Dit zijn twee passagiersmodules. Bovenop hebben we de U-Flash en onderop hebben we de Unibus U4-220T2. En zo zou het er dus ook straks in grote steden uit kunnen zien. In 2017 is de Unibus U4-220 getest en gecertificeerd en uiteindelijk ook aan het grote publiek tentoongesteld. En toen deze module eigenlijk de baan op werd gehangen, kwam deze module naar buiten toe openslaande deuren. Inmiddels heeft deze module, hij zal nieuwe deuren gaan krijgen. En die deuren slaan niet meer naar buiten toe open, maar die gaan zijwaarts open. Dus dat betekent ook weer een ruimtebesparing. Daarnaast zijn de deuren ook uitgerust met artificial intelligence. Dus als jij meent je vinger per se in te willen steken, dan heb ik goed nieuws voor je, gaan de deuren niet dicht. En dan het geluid. Het geluid is eigenlijk niet te vergelijken met een huidige trein van de Nederlandse spoorwegen die onnoemelijk veel kabaal maakt. Dat heeft met van allerlei soorten situaties te maken, maar als we ons focussen op de modules van Unitsky String Technologies en de stringrail zelf, dan produceren de modules ongeveer 80 decibel en dat geluid wat vrijkomt wordt ook nog een keer opgevangen door de stringrail, omdat die compleet geïsoleerd is. Dus dat geluid kan eigenlijk niet de vrije lucht in zoals wij dat nu gewend zijn met bijvoorbeeld met treinen.
Dan heeft Unitsky String Technologies ook tal van samenwerkingen. Een van de meer bekendere samenwerkingen is met het Belgische bedrijf Bekaert. Ze hebben zaalrollen haspels geleverd, zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten. Mocht je het leuk vinden, kijk een keer op Google Earth. Dan zie je ze ook daadwerkelijk liggen in Sharjah. Maar ze zie je dat ook gerenommeerde bedrijven met een hele goede naam langzamerhand dit bedrijf ondersteunen. Datzelfde geldt ook voor andere bedrijven die dat ook hebben gedaan. Een van die bedrijven is Vistalpin, dat is ook een staalgigant. En nog een ander bedrijf dat ook staal heeft geleverd, omdat Unitsky String Technologies dat nou eenmaal veelal nodig heeft voor de ontwikkelingen die zij doen. Daarnaast zijn er ook digitale samenwerkingen of meer op het digitale gebied. En dit is het Chinese bedrijf Lenovo en dat heeft ook samenwerkingen met Unitsky String Technologies. Zij zorgen ervoor dat de datavergaring op een goede manier plaats kan vinden. En dan gaan we van Europa naar de Emiraten. Op dit moment is er een komen en er gaan van ontwikkelingen op het testpark in Sharjah. Het testpark in Sharjah is op dit moment ook nog in aanbouw, maar een aantal gebouwen zijn af. Zo is het houten ecohuis af en dit is het enige houten huis in de hele Emiraten. Die zijn er niet heel erg happig op houten constructies, omdat het met hun warmte erg snel vlam kan vatten. Maar Unitsky String Technologies heeft toch bij hoge uitzondering toestemming gekregen om het te laten zien dat ook een hout-ecologisch huis in de Emiraten goed zou kunnen gedijen. Nou, het andere gebouw, andere gebouwen die af zijn, dat is de 400 meter lijn met twee stations en een stringrail. En een aantal andere gebouwen zijn nog in aanbouw. Dit is een 3D-tekening van bovenaf, hoe het er straks uit gaat zien. Het zal er ongeveer zo uitzien. Gebouwen kunnen iets afwijken qua vorm, maar dat wil niet zeggen dat het er niet gaat komen. Het wordt wel degelijk gebouwd, alleen de looks kunnen iets anders gaan zijn dan dat we op 3D-tekeningen zien. En dit is de realiteit. Op deze foto zien we een aantal gebouwen die klaar zijn en een station. Inmiddels is dat iets verder, maar deze, ik vond het wel leuk om te delen, want dan zie je uiteindelijk hoe zo'n proces loopt. Maar het houten ecohuis is klaar. De security office is klaar. Het is een zeer beveiligd terrein, daar kom je niet gemakkelijk op. Je wordt daar weggestuurd op het moment dat ze je in de smiezen krijgen. En een aantal andere gebouwen met belangrijke functies zijn ook klaar. Daarnaast is er ook onder de grond een hele hoop infrastructuur. En dan moet je denken aan waterputten om bijvoorbeeld branden die zouden kunnen ontstaan, dat ze die toch kunnen blussen. Dus er is ten alle tijde een noodcapaciteit die ze kunnen aanspreken, die wij niet zien, maar die er wel is. En dit is de 400 meter lange lijn. Deze lijn is in 2019 onder toezicht oog van de Sheik van Sharjah in gebruik genomen. En aan deze module zien we de Unicar U44-3101. Dat is een speciale module die is ontwikkeld voor de tropische versie. En in deze uitvoering is een VIP-uitvoering. En die is op verzoek van de Emiraten speciaal geassembleerd. En in 2018 begon het ook als een 3D-tekening. Hoe zou het eruit kunnen zien in Sharjah? Maar inmiddels zitten we in 2022 en zo ziet het eruit in Sharjah. Het rijdt, het werkt en het functioneert. Dus als we dan kijken naar de bovenste 3D-tekening en de onderste realiteitsfoto, dan zie je dat het nagenoeg hetzelfde eruit ziet. Het wijkt wel iets af, maar uiteindelijk de contouren zijn hetzelfde. Ik heb in november vorig jaar de mogelijkheid gehad om met eigen ogen te aanschouwen hoe het is in de Emiraten. Hoe staat de ontwikkeling ervoor? Wat doen ze? Nou, ik kan heel simpel zeggen, er gebeurt geweldige dingen in de Emiraten. Wij krijgen het niet altijd mee, maar er gebeurt heel veel. Er staat wat, er functioneert wat en mede dat er wat functioneert, kunnen ze dus ook overheidsdelegaties de ervaring geven wat ze zouden kunnen bieden. Nou, het was een fantastische ervaring om op dat park te mogen zijn. Ze zijn nog lang niet klaar, maar het is eigenlijk wel het startschot voor heel veel mooi nieuws wat nog gaat komen. Er wordt in de Emiraten zowel op passagiers als op goederenvervoer getest. En dan zul je misschien denken, ja, maar dat is een mini-container, dat stelt niks voor. Nou, niks is minder waar. Alle modules die Anatoly Unitsky ontwerpt, worden in de testperiode vaak 5 keer, 6 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? De string moet door alle weersomstandigheden en eigenlijk alle omstandigheden moet hij aankunnen. En hoe kun je dat het beste testen? Heel simpel gezegd, je plaatst een aantal jerrycans in de modules en die vul je met water of met zand. En dan ga je rijden en dan ga je kijken wat voor informatie komt er vrij en hoe verhoudt zich dat tot wat we hebben berekend. Nou, dus de string, de mini-container die nu misschien op een grap lijkt, niks is minder waar. Alle gegevens die nu worden opgedaan, zullen straks ook worden geprogrammeerd in de grote Unicont. Dus die zou met een voorsprong zijn testcapaciteit of testfase kunnen beginnen.
Er is altijd bij Unitsky String Technologies een plan B, C, D en E. Mocht het zo zijn dat de module niet meer van zijn plaats afkomt, dan kunnen ze altijd door middel van een lier de module op een goede manier en een veilige manier verlaten. Ik snap dat sommige mensen hoogtevrees hebben en dat ze daar niet op zitten te wachten. Je moet je goed realiseren dat dit eigenlijk geldt voor de meest extreme situaties. 9 van de 10 keer zijn er altijd andere mogelijkheden. De modules hebben altijd 3 extra motorwielen aan boord. Dus mocht er een probleem ontstaan, dan zijn ze nog altijd in staat om dat zelf op te lossen. Zodat ze passagiers of goederenvervoer naar het dichtstbijzijnde punt kunnen brengen, waarbij de goederen veilig kunnen worden gelost en de passagiers veilig kunnen uitstappen. Maar goed, mocht het echt niet anders zijn, dan is het een van de manieren waarbij Unitsky String Technologies een antwoord biedt op een potentiële situatie. Ook in de Emiraten heeft Anatoly Unitsky heel veel certificaten gekregen. En dat is heel belangrijk, want je kunt wel een idee hebben en je kunt het wel bouwen, maar dat mag niet zomaar. Unitsky String Technologies is in de Emiraten veilig bevonden. Dus dat wil zeggen dat wij, mensen, participanten of iedereen die dit fantastische project een warm hart toedraagt, of mensen die heel veel interesse hebben, de mogelijkheid hebben om naar Sharjah af te reizen en daar zich kunnen laten voorlichten en ook kunnen laten ervaren hoe het is om te rijden met Unitsky String Technologies. Dit certificaat is afgegeven door een instantie in Dubai. Dat is een wereldwijde instantie. Deperdam zit in Dubai. Dus zo zie je dat ook wereldwijde organisaties Unitsky String Technologies ondersteunen. En hetzelfde geldt voor ISO. En ISO is een internationaal georiënteerde organisatie. En die kijkt altijd doorlopend naar, zijn de managementlagen systemen binnen een bedrijf op orde? Klopt alles wat zij zeggen? Kloppen de afdelingen? Nou, dat zijn hele zware audits, hele zware onderzoeken die ze moeten doorlopen. En een aantal jaren geleden heeft de vestiging in Wit-Rusland al zo'n certificaat in ontvangst mogen nemen. Maar ook de vestiging in de Emiraten heeft zo'nzelfde certificaat in ontvangst mogen nemen. Dus dat betekent dat Unitsky String Technologies gewoon een goed bedrijf is. Dat ze doen wat ze doen, dat ze doen wat ze moeten doen. En dat er niks mis mee is. Dus alles wat moet kloppen is op orde. Dit zijn eigenlijk hele belangrijke certificaten die je niet zomaar bij de eerste beste organisatie kunt krijgen. Dat kun je ook niet afkopen. Dit moet je verdienen. Dit kun je enkel verdienen door jezelf te laten onderzoeken. Dus alles binnen Unitsky String Technologies klopt. Inmiddels zijn ze ook bezig om de 2,5 kilometer lange testbaan op het Ecopark in Sharjah klaar te maken voor de bevestiging van de stringrail. En we zien op deze twee foto's de intermediate support van de 2,5 kilometer lijn. En we zien ook een van de twee opstapstations. Nou, de opstapstations zijn inmiddels iets verder. Het gaat zo snel dat foto's ook niet altijd meer zijn bij te houden. Maar soms zijn de foto's ook niet duidelijk genoeg om goed weer te geven. Dus vandaar dat ik soms voor kies om iets oudere foto's in mijn presentatie weer te geven, zodat je de beste indruk kunt krijgen van hoe het eruit ziet. Anatoly Unitsky heeft een aantal weken geleden de ankersupport beoordeeld, zelf gekeken of alles klopt, gekeken op metaalscheurtjes. En de ankersupport is door de test heen gekomen en dus dat wil zeggen dat hij inmiddels nu ook geïnstalleerd is en dat hij straks ook in gebruik genomen kan worden. Dus we zijn weer een flinke stap verder, inmiddels zijn we iets verder. Voor de mensen die dit project een heel warm hart toedragen en heel enthousiast zijn, die zullen ongetwijfeld de foto's kennen dat ze al iets verder zijn. Ik gebruik enkel officiële foto's in mijn presentatie, omdat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Omdat jullie gewoon recht hebben op de beste informatie. Dus onder toeziend oog van Anatoly Unitsky is ook de ankersupport bevestigd en zijn ze weer een stapje verder. Unitsky String Technologies heeft deelgenomen aan de Expo 2020 van Dubai. Nou, ik ben daar ook geweest, was een fantastische ervaring. Maar wat hebben zij gedaan? Ze hebben op het centrum van Wit-Rusland hebben ze een zeilgat waarbij de mensen konden zien wat Unitsky String Technologies was. En voor degenen die echt zouden willen, was er een mogelijkheid om per bus af te reizen van Dubai naar Sharjah. En in Sharjah zouden ze een rondleiding op het park kunnen krijgen en daarbij als klap op de vuurpijl een rit kunnen maken in de Unica U4 43-01. Nou, ik heb diezelfde rit ook gehad, dus zo zie je dat heel veel mensen eigenlijk via de expo uit zijn gekomen bij Unitsky String Technologies. En deze maquette is een vrij interessante maquette, want hij is 15 meter lang, hij is 3 meter hoog en weegt om en bij de 3000 kilo. Maar alle modules in deze maquette werken.
Dus dat geeft eigenlijk de beste, eigenlijk de beste indruk die je maar zou kunnen hebben. Het is heel moeilijk om eigenlijk jezelf een idee te maken van hoe dat eruit zou kunnen zien. Maar zo'n gebouw of zo'n model helpt er gigantisch bij. Toekomst Dubai. Op dit moment is het zo dat de RTA heeft een vraag uitgezet. En Janitsky String Technologies is een van de vier bedrijven die daarop hebben ingetekend. Het andere bedrijf wat dat heeft gedaan, dat is Beamcar, Skytrain en Zhongtang Airtrain. En dat is een Chinees bedrijf. Nou, waarom zeg ik dit? Omdat ik het heel belangrijk vind dat je uiteindelijk weet hoe het een beetje in elkaar steekt. Het is als volgt dat je als overheid altijd de vraag uit moet zetten, zodat je niet kan worden beticht van vriendjespolitiek of onder de tafel politiek. Dat willen ze niet, dat wil de Emiraten ook niet. Zij willen schone politiek bedrijven, dus zij zetten een vraag uit en daar kunnen bedrijven op intekenen. Nou, Janitsky String Technologies heeft dat gedaan, dat weten we allemaal. We kennen voor degenen die al iets langer bij dit project zitten, de visualisaties en de grote aankondiging. We zien dat hier ook op de foto's. Maar de andere drie bedrijven hebben dat ook gedaan. Het Engelse bedrijf Beamcar heeft dat ook gedaan. Het is een totaal, of het is eigenlijk nog een concept. Het is helemaal niks. Ze hebben ook geen testbaan. Maar ze hebben destijds de visualisaties van Janitsky String Technologies gebruikt. Dat heeft voor een hele hoop tumult gezorgd, kan ik je vertellen. Maar dat is wat is gebeurd. Skytrain uit Amerika is hetzelfde. Dat is een idee. Het heeft niks. Het is een idee. Het Chinese bedrijf heeft ook een testbaan. En dat hebben jullie misschien met het oplettende oog ook kunnen zien. Toen ik sprak over transportatie op het tweede niveau. Dat was een foto van het Chinese bedrijf. Nou, zij zijn sinds 2016 aan het testen. Maar het is totaal niet te vergelijken met Janitsky String Technologies. Want het Chinese bedrijf, daarbij moeten de modules nog steeds door een machinist worden bestuurd. Daarentegen, Janitsky String Technologies werkt volledig automatisch en met artificial intelligence. En hoe staat het er dan voor? Nou, de RTA zal ik verwacht in dit kwartaal ook een daadwerkelijke keuze gaan maken voor welk bedrijf zij zullen kiezen. Voor het prestigieuze traject van 15 kilometer met 22 stops in het Emiraat Dubai. Nou, Janitsky String Technologies maakt eigenlijk als bedrijf zijnde de beste aanspraak. Heeft, omdat zij het meest verre zijn. Ze hebben een testpark in de Emiraten. Ze hebben eigenlijk alles op orde wat op orde moet zijn. En dat is eigenlijk het grote wachten. Als we kijken naar de visualisaties die vrij worden gegeven door de autoriteiten van Dubai, dan zien we ook constant de visualisaties van Janitsky String Technologies. Anatoly Janitsky heeft eerder dit jaar aangegeven dat ze een zeer goede kans maken, maar dat ze uiteindelijk wel hopen te winnen. Nou goed, dat hopen we met z'n allen. Nogmaals, ik wil dat jullie gewoon de belangrijkste informatie krijgen, dat je ook uiteindelijk weet hoe de vork in de steel zit. Maar dat eigenlijk de voortekenen zeer positief zijn. En als ik dit kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem innovatief CO2-neutraal. En ik kan eigenlijk de lijst blijven opnoemen. Jullie zien het hier ook op jullie sheet. Willen jullie meer informatie hebben, dan verwijs ik jullie naar www.skyway.capital. Daar kun je heel veel informatie vinden. En dan gaan we naar de updates. Er zijn tal van updates gaande. En dat is allemaal te danken en gekomen door CNN. We kennen allemaal CNN. Maar ze hebben een aanvraag gedaan of ze een bericht mochten maken op het testpark in de Emiraten. En dat mocht natuurlijk. Maar sindsdien hebben mediabedrijven over de hele wereld dat overgenomen. En het ene artikel naar het andere artikel verschijnt. En dit is een iets ouder artikel van een paar weken terug. Maar ik blijf dat wel delen omdat het een heel mooi artikel is. Want toen Janitsky String Technologies zijn idee lanceerde, was nagenoeg iedereen negatief. Sceptisch, dat gaat niet werken, dat zal nooit werken, dat is een belachelijk idee en zo kan ik de lijst nog maar aanvullen. Maar inmiddels moeten overheden kleur erkennen en erkennen ze ook dat Janitsky String Technologies eigenlijk het beste is wat ze nu zouden kunnen implementeren binnen hun eigen infrastructuur. Dus je ziet eigenlijk al langzamerhand dat er een verschuiving komt. En ja, voor degenen die iets langer bij dit project betrokken zijn, is het natuurlijk heel mooi om toch te zien dat overheden die heel negatief waren, langzamerhand ook positief worden. Nou, dan verschijnen er natuurlijk ook verschillende artikelen over het vrachttransport, wat het zou kunnen betekenen voor de hele wereld. Eigenlijk is dat heel simpel samengevat door wat Janitsky String Technologies nu ontwerpt. Zal er straks een aardverschuiving komen binnen het transport op gebied van goederen. Containers kunnen op een efficiëntere manier worden vervoerd van A naar B.
Er hoeven minder schepen voor te varen. Dus dat betekent minder vervuilingen. En je ziet ook langzamerhand dat de berichtgevingen dat signaleren. En dat er op hele positieve wijze naar wordt gekeken. Zoals ik al aangaf, op het testpark komen er ook delegaties. Dat zijn mensen die gewoon willen zien wat er gebeurt. Maar dat zijn ook overheidsdelegaties of koningen in dit geval. Dit is de koning van Lesotho. En Lesotho is een land in Zuid-Afrika. Het zuiden van Afrika. Wat zijn grens deelt met letterlijk het land Zuid-Afrika. Maar zij willen eigenlijk heel graag een traject hebben van het land Lesotho naar de havenplaats Durban in Zuid-Afrika. Nou, ik heb deze mensen met eigen ogen gezien. Alleen op het moment dat wij er waren, wisten we niet wat er aan de hand was. We zagen wel een hele hoop verplaatsingen. Maar we wisten niet wat er daadwerkelijk gebeurde. Een paar weken later zagen we dat deze persoon op dat moment het testpark heeft bezocht. Dus die heeft dezelfde voorlichting gehad en dezelfde rondleiding gehad als dat wij hebben gehad. Maar die heeft ook heel enthousiast gereageerd en die heeft ook aangegeven, wij zijn zeer geïnteresseerd in het traject. Dus wat zou dat kunnen betekenen? Wil je deze informatie terugvinden, dan verwijs ik je even naar de officiële site van www.uskytransport.com. Daar kun je deze informatie daadwerkelijk terugzien. Daarnaast heeft ook de ambassadeur van Rwanda onlangs een tweede bezoek gebracht aan het testpark in Shaya. Hij is de ambassadeur van Rwanda in de Emiraten en heeft in dit geval een heel belangrijk persoon meegebracht. Deze vrouw is in Rwanda een heel belangrijke persoon. Zij is mede verantwoordelijk voor de keuze die het land gaat maken voor nu en in de nabije toekomst, omdat Rwanda op dit moment bezig is met zich beter op de kaart te zetten. Dus dan zie je dat een land wat misschien qua potentie in onze optiek niet heel veel te bieden heeft, wel straks zou kunnen beschikken over een van de meest innovatieve transportsystemen die we op de wereld zullen hebben. Daarnaast komen ook andere landsvertegenwoordigers, zoals overheidsdelegaties uit El Salvador, die geïnteresseerd zijn om een traject te implementeren in hun land. Maar ook delegaties uit de regio, zoals bedrijven die bijvoorbeeld zaken willen doen met Unisci String Technologies, maar ook directeuren van havenbedrijven in de regio die het innovatieve transportsysteem willen implementeren binnen hun havengebied. Dus zo zie je dat er al met al heel veel gebeurt op dat testpark. Maar onlangs is ook een bericht op internet verschenen dat Unisci String Technologies langzamerhand de beste papieren heeft en dat ze eigenlijk Hyperloop hebben verslagen. Nou, Hyperloop heeft onlangs ook zelf aangegeven dat zij zullen stoppen met de productie of de ontwikkeling van het passagiersvervoer, omdat het heel simpel gezegd nu niet mogelijk is om passagiers te vervoeren in een vacuum tube, gevacumeerde buis, op een snelheid van 1000+ kilometer per uur. Dat kan ons lichaam gewoon niet aan. Maar zij zullen zich nu focussen op het goederenvervoer. Nou, Unisci String Technologies heeft dat natuurlijk ook al gedaan. De voorsprong van Unisci String Technologies is over het algemeen 5 tot 10 jaar. Dus zij lopen 5 tot 10 jaar vooruit op de huidige techniek. Maar je ziet dus dat langzamerhand de berichtgevingen al met al positiever en positiever worden. Daarnaast zijn er ook verschillende samenwerkingen en zo niet hele belangrijke samenwerkingen met de University of Sharjah. Nou, er is een student onlangs afgestudeerd en wat heeft hij gedaan? Die heeft een ontwerp gemaakt voor een station, hoe dat in Sharjah eventueel straks in de toekomst uit gaat zien. Nou, voor degene die een beetje goed speurwerk heeft gedaan op internet of de informatie al heeft gevolgd, weet ook dat Sharjah zeer geïnteresseerd is in trajecten van het Emiraat Sharjah naar een klein plaats wat ook toebehoort aan het Emiraat Sharjah, de naam is Khor Fakkan, om daar een traject te implementeren van 130 kilometer lang. Dus ja, zo zie je al met al dat de voorbereidingen nu langzamerhand in volle gang zijn. En daar krijgen wij niet heel veel van mee, maar soms wordt er een artikel vrijgegeven waarin we dus kunnen zien wat er daadwerkelijk achter de schermen gebeurt. Maar ook in Vietnam gebeurt er heel veel. Vietnam is op dit moment een van de landen dat gigantisch hard de schouders eronder zet. Dat Unisci String Technologies op handen draagt en dat Anatoly Unisci letterlijk op handen draagt. Zij zijn zo enthousiast en zo hard aan het werk dat er op dit moment voorbereidingen gaande zijn voor commerciële trajecten in het land Vietnam. Nou, dit is hoe het er straks eventueel uit zou kunnen zien in Vietnam.
Er wordt gesproken over een traject van 3 kilometer lang, hoe dat er dan uit zou kunnen zien in een boeddhistisch tempelachtig gebied. Dus als we dan kijken naar een station, dan zie je dat het station de contouren heeft van een tempel, zoals dat in Azië ook gebruikelijk is. Dus eigenlijk vallen deze bouwwerken feilloos binnen de huidige landschappen van verschillende continenten. En gisteren is er een delegatie, of tenminste gisteren is een artikel vrijgegeven over een delegatie die onlangs is geweest. En dit is een hele belangrijke delegatie. Op deze foto zie je de prinses van de Filipijnen. Een heel belangrijk persoon is zij, maar zij heeft met zich meegenomen een van de belangrijkste, of een van de grootste farmaceutische in het bedrijf van de Filipijnen, de CEO ervan. En zij is met dit gezelschap afgereisd naar de Emiraten en ze hebben daar ook een rondleiding gehad. Ze hebben daar kennis genomen van Unitsky String Technologies en zij hebben daar eventuele commerciële trajecten besproken voor Indonesië, Thailand en, zoals jullie op jullie scherm kunnen zien, ook nog een ander land. Dus zo zie je dat eigenlijk achter de schermen er veel meer gebeurt dan dat we in de gaten hebben. Dan dat we eigenlijk onszelf kunnen bedenken. Daar wordt al heel hard gewerkt. Er wordt heel hard gewerkt voor onze nabije toekomst. Ondanks de huidige situatie waar we ons nu in bevinden, door de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, blijft Unitsky String Technologies volledig operationeel. Dat kan ook, en dat heb ik in het begin van mijn presentatie ook aangegeven, zij blijven gewoon volledig operationeel. Alles verloopt nog steeds volgens planning, dus zij kunnen daar gewoon met een gerust hart werken. Dus dat betekent dat er voor Unitsky String Technologies niet heel veel aan de hand is. En zoals ik in het begin van mijn presentatie ook aangaf, ben ik professioneel gebruiker en beta-tester van de applicatie AdvaHunter. En wat is AdvaHunter? AdvaHunter is een applicatie die het mogelijk maakt om een 3D-laag te realiseren in een bestaande laag door middel van augmented reality. Nou, als we op de foto kijken, aan de bovenste foto zien we een station. Dit is het station in Nijmegen. En wat heb ik gedaan? Ik heb een ander station ervoor gezet en ik heb er een module in gevisualiseerd. Dus ik heb mijn eigen visualisatie gemaakt van hoe dat eruit zou kunnen zien bij een bestaand bouwwerk. Maar wat direct opvalt is dat ook het station van Unitsky String Technologies vele malen minder ruimte in beslag neemt dan een station van de NS. Nou, ook achter de schermen ben ik volledig druk met de ontwikkeling van applicatie AdvaHunter. Dat loopt eigenlijk gelijktijdig met de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. AdvaHunter staat ook onder supervisie van Unitsky String Technologies. Maar achter de schermen zijn we er dus ook druk mee bezig om dat gerealiseerd te krijgen. Ik heb dagelijks contact met de ontwikkelaars om te komen tot het beste resultaat. En als we kijken naar onze twee foto's, dan zien we de Unibus U4220T2. En als het een beetje zichtbaar is, zien we dat die ook goed gedetailleerd is. Dat inmiddels, voorheen stond er altijd de oude naam Skyway op de achterkant van de modules, op de finnen, zullen we maar zeggen. Maar inmiddels is dat logo vervangen door een kleine U en die staat aan de voorkant op de module. Maar daadwerkelijk moet het dus ook worden getest, want dit wordt ook gebruikt om overheidsdelegaties de beste indruk te geven. En dan kun je het niet veroorloven om dan een versie mee te nemen waarbij de verhoudingen niet kloppen. Dus ik sta in elke weersomstandigheid te testen om ervoor te zorgen dat het beste resultaat gedeeld kan worden met iedereen die eventueel deze applicatie zou willen gebruiken. En dan het allerbelangrijkste natuurlijk. Waar staat Unitsky String Technologies nu? Nou, we staan aan de vooravond van de eerste implementatie van de commerciële trajecten. Voor iedereen die het internet een beetje volgt, of die dat wil zoeken, je ziet al langzamerhand dat bepaalde overheden dat bekend hebben gemaakt. Het is zo dat we nu op dit moment wel een aantal daadwerkelijke commerciële trajecten hebben, maar dat we moeten wachten totdat de landen daar zelf mee naar buiten komen. Dat zijn afspraken die zijn gemaakt tussen Unitsky String Technologies en de overheden zelf, of de private bedrijven zelf. Dus daarop is het nu het grote wachten. Achter de schermen wordt het nog steeds getest, ontwikkeld. Er komen nieuwe modules aan die ook compleet nieuw zijn ontwikkeld. En dat zullen wij ook in de nabije toekomst met jullie gaan delen. Dit zijn de sites die jullie kunnen raadplegen voor meer informatie. De bovenste site is www.skyway.capital. Daar bevindt zich ook jullie back-office op. Hierop kun je heel veel informatie terugvinden. Daarnaast krijg je ook de officiële site van Unitsky String Technologies. Dat is www.unitsky.com.
Hierop kun je heel veel informatie terugvinden, ook technologische informatie. Hetzelfde geldt voor de persoonlijke site van Anatoly Yunitskiy, dat is www.yunitskiy.engineer. Daarop vind je eigenlijk alles waar hij nu mee bezig is, hoe hij dat ziet, zeer interessant. Mocht je er tijd voor hebben en het willen weten, echt een aanrader. En dan heb ik de onderste pagina, dat is van onze Facebookgroep. Daarop deel ik heel veel informatie. Zoveel informatie die er vrijkomt, omdat ik het heel belangrijk vind. En dat kan ik niet lang genoeg blijven herhalen. Het is van groot belang om dat op een zo goed mogelijke manier met jullie blijven te delen. Mijn belang is heel simpel. We hebben allemaal dit project omarmd. Daar hebben we allemaal ons steentje in bijgedragen. En het is heel belangrijk om de rode lijn te blijven zien. Dus mijn vrijblijvende advies zou ook aan iedereen zijn om één keer in de maand in te loggen en om een presentatie bij te wonen, omdat de ontwikkelingen nu in een rap tempo doorgaan en dat er heel veel ontwikkelingen voor de deur staan die we straks met jullie willen gaan delen. En dat het ook gewoon alleen maar goed is om jezelf één keer in de maand even te laten opfrissen, dat je ook weer up-to-date bent over de gang van zaken. Mocht je nu met een vraag zitten waarbij er echt geen antwoord is, waarbij er even niet uitkomt, dan staat het jullie vrij om Nettie Sommers, mijn collega, te contacteren of mijzelf even te contacteren. En wij zullen ten alle tijde alle vragen zo goed mogelijk proberen te antwoorden. En wij streven ernaar om eigenlijk naar een 100% score te komen. 9 van de 10 keer lukt ons dat. Sommige vragen hebben iets langere tijd nodig, maar uiteindelijk komt er dan nog steeds een passend antwoord. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie en ik wil jullie dan ook hartelijk danken. Rest mij weinig anders te zeggen dan voor degenen die in België woonachtig zijn en maandagavond tijd hebben. Er is een presentatie, deze wordt gegeven door Christian van der Vijver, ambassadeur van SkyWorld Community. Nettie Sommers en ikzelf zullen ook aanwezig zijn en ook een deel van de presentatie voor rekening nemen. Mocht je tijd hebben, zin hebben, de presentatie is gratis. Je bent van harte welkom. Het zou fantastisch zijn om jullie op dat moment ook even in levende lijven te kunnen begroeten. Dit gezegd hebbende rond ik mijn presentatie af. Ik wens jullie nog een fijne avond. Hartstikke bedankt voor jullie tijd, aandacht en energie. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar of op de presentatie van aanstaande maandag in België in de plaats Sint-Niklaas. Fijne avond, dankjewel.